Zo, welkom terug iedereen. Dit keer een filmpje opnieuw over mediumformaat fotografie. Dus wat is mediumformaat? Mediumformaat is een groter formaat van film. Dus waar dat je bij 35mm film een negatief hebt van 35mm, dus op wat is het, 24 denk ik of zo. Dan heb je bij mediumformaat een negatief van 6 op 6 centimeter voor Hasselblad. Als je dan naar andere merken gaat kijken, heb je ook, of voor Hasselblad zelf, heb je ook andere ruggen waarbij dat het... dat er geen vierkant formaat gebruikt wordt, maar een bijvoorbeeld een rechthoekig formaat in de zin van 6 op 4,5. Nu, ik had daarbij de Hasselblad, het is een 500 cm, die had ik al eerder aangehaald als optie om te starten met mediumformaat fotografie. Nu moet ik wel zeggen, deze kan je vinden tweedehands, voor, dus compleet met lens, zoeker, rug, dus compleet klaar voor gebruik, kan je die vinden voor alles vanaf 600-700 euro tot 1000 euro voor een goede en goede staat zoals deze, zou ik eerder rekenen naar, kijken naar 900 tot 1000 euro. Dat is al heel wat. Je kan dus deze werken standaard met de A12 rug, heb je 12 opnamen en kan je zijn opname van 6 op 6. Je hebt ook ruggen waarbij dat je opname van 6 op 4,5 maakt, dus dan heb je meer opnamen op hetzelfde filmpje. Een alternatief voor Hasselblad wat al iets goedkoper is of iets betaalbaarder is, is de Mamiya reeks. Die zijn in feite vergelijkbaar, iets minder modulair. De ruggen zijn niet, ik denk dat de ruggen vasthangen. Ja, je moet je film en je Kodak laten en je kan in het toestel laten en je kan niet de rug verwisselen. De zoeker is wel nog vervangbaar, geloof ik, bij de Mamiya 645. Maar die kun je tweedehands al vinden voor 300-400 euro met lens. En er zijn natuurlijk nog alternatieven. Zo kan je twin reflex lenzen kan je kopen. Dat zijn camera's die meer in die richting werken, waarbij je hier lens hebt. En dan kijk je, als je door de zoeker kijkt, kijk je door de ene lens en de foto wordt genomen door de andere lens, heb je geen spiegel meer nodig. Die zijn, meestal zijn dat al collectors items, die kunnen ook vrij duur oplopen in prijs. Maar je hebt ook de Kodak Brownie bijvoorbeeld. Dat is gewoon een doos, een boxcamera met een lens. En een zoeker, de zoeker is volledig losgekoppeld van de lens. Dus je kan niet precies kadreren, maar het geeft een indicatie van wat je foto zal zijn. En die hebben een heel eenvoudige lens, die zijn heel goedkoop. Die kan je voor 20 euro of zo kunnen die tweedehands vinden. Of in kringloopwinkels duiken die ook nu en dan nog eens op. De camera waar ik nu over zal spreken bestaat op zich ook al een lange tijd. Daar is niks recent aan. Ik heb het over de Holga 120 en dat is eigenlijk een soort van cultcamera, dat is allemaal plastic. Je ziet hier al direct dat die afgeplakt is, hier ook van achter. Dat heeft de reden, dat is van plastic, de kwaliteit is niet echt denderend, maar dat is ook wat die camera's interessant maakt. Dus eigenlijk, de bedoeling van deze camera's is van altijd bij je te hebben, foto's te maken. Zonder licht te moeten meten, dus echt back to basics. Je hebt een sluiter, maar die sluiter kan je enkel hier onderaan kan je enkel instellen in bulb of in normale modus, waarbij dat normale modus rond een 60ste van een seconde is. Nu, ik zeg een 60ste van een seconde. In de praktijk, dat is een veertje. Hoe meer dat je de camera gebruikt, hoe meer dat veertje uitgerokken wordt over de tijd. En er zijn ook als je twee modellen koopt, dan kunnen er een verschil in tijd opduiken. Hetzelfde met de lens. Het is een optische lens. Dit model kan je ook kopen met een pinhole lens, dus gewoon een gaatje. Maar dit is de versie met de optische lens. Nu, daar staat 60mm, wat voor mediumformaat net iets goed. Dus 80mm is eigenlijk de standaard objectief voor mediumformaat. Dus 60mm is net iets breder. Opening 8, nu in de praktijk is die opening 8 eerder opening 11 tot zelfs 16. Focussysteem, heel eenvoudig hier. Ja, sowieso diafragma, dus ik zei opening 8. Je kan hier wisselen van diafragma tussen, het is zonnig en bewolkt. Maar in de praktijk, de Holga 120, dus de voorganger van dit model, daarbij deed deze schakelaar niks. Bij de 120 in, wat een revisie is, daar kan je die schakelaar wel effectief gebruiken. Maar in feite komt er gewoon voor het diafragma
een schuivertje waarbij dat, met een kleinere opening, dus dan heb je een iets kleinere opening dan die opening 8. De focus, het focussysteem, dat zie je hier. Je kan focussen in de zin van, je kan focussen op één mannetje, twee mannetjes, een groep van mensen of een landschap waarbij dat landschap dan op oneindig gefocust zal zijn. Nu in de praktijk heb je ook daarbij heel veel verschillen van lens tot lens. En eigenlijk het handigste is om als je een hol aanschaft en je wilt toch in plaats van lukraak te focussen, maar eigenlijk is de blink dat je dus effectief lukraak focust bij Holga. Hetzelfde met de zoeker, je hebt hier een zoeker, die kijkt hier, dus volledig losgekoppeld van de optiek, kijk je hier doorheen de zoeker. Maar het beeld wat je daar ziet is enkel om een richting te geven. Het is niet dat je bij, zoals bij meetzoekerkamers en dergelijke meer, dat je ook een duidelijke frameline of zo ziet. Nee, de kadering van de zoeker komt vaak zelf niet echt overeen met de lens. Dus opnieuw, het is de bedoeling dat je lukraak schiet en dat je met goed geluk leuke foto's maakt. Maar Holga, je zal zien, die hebben ook andere camera's, allemaal van plastic, maar ook voor 35mm en dergelijke meer. Met heel zotte lenzen op, lenzen met kleur, flashes met kleur. Je kan dit model ook met flash kopen. Het is wel zo, die modellen zijn uit productie genomen, dus als je zo'n camera zoekt, dan er zal nog wel op Amazon of zo zijn, misschien nog wel een paar nieuwe vinden. Maar in de meeste gevallen moet je toch online op zoek gaan naar tweedehands. En nieuw kostigen die iets van, ik denk 40, 50 euro, dus tweedehands mogen die zeker niet meer kosten dan rond de 20 euro. Hoe kan ik daar nog over vertellen? Dus een sluiter, dit is een sluiter. Er is nu een film gedaan, dus ik zal die nu niet ontspannen. Maar hiermee ontspan je dus een sluiter. Zoals ze zegt, één vaste sluitertijd. Hiermee wint je de film een volgende frame. Dat heeft kliks. En er zijn trucken om bijvoorbeeld door het aantal kliks te tellen, kan je precies nagaan waar dat je volgende frame stopt. Door te experimenteren dan. En zo kan je panorama's gaan maken dat je één frame schiet, een paar kliks verder gaat, maar net niet genoeg frames verder gaat om een zwarte rand te hebben van negatief, maar al een nieuwe foto schiet. En een iets ander standpunt om zo panorama's te maken. Er is, zoals eerder gezegd, er is hier plakband op aangebracht. Omdat dat is eigenlijk heel eenvoudig. De kwaliteit is niet zo goed. En die schuivertjes moet je enkel naar beneden schuiven, beide kanten. En dan komt de achterwand volledig los. Nu, in de praktijk komen die schuivertjes vaak los zonder dat je dat gewild hebt. En daarom heb ik daar een plakkertje over gehangen. Zodat die niet vanzelf los kunnen komen. Ik ga die nu niet openmaken, omdat er, zoals gezegd, er zit te filmen. Je hebt ook een flash connector, die gaat effectief afgaan. Omdat je vasthangt aan die 1/60ste van een seconde als sluitertijd en opening 8, wat eerder opening 11 en dergelijke meer. Moet je eigenlijk, om een goede belichting te maken, gaan werken met de regel van 16 en de ISO-waarde van een film. Als je buiten bij zonnig licht fotografeert, is dat ongeveer film ISO 100. Bij bewolkt weer eerder ISO 200 en in donkerdere omstandigheden, zoals in het bos zou ik niet zeggen, maar schaduwrijkere gebieden of heel slecht donker weer, dan zou ik naar ISO 400 gaan. Binnen kan je met ISO 400 vaak juist wel of juist niet correct belichte foto's maken. Maar het voordeel van film is natuurlijk dat je heel wat dynamisch bereik hebt. Dus ook al is de belichting niet 100% correct, vaak kan je die toch nog correct afdrukken. En het is zo voor om binnen te fotograferen met de Holga, bij best Holga camera, de Holga 120, bij best om naar ISO 800, ISO 1600 zelf te gaan, dus je film te pushen. Of je hebt van Ilford bijvoorbeeld, heb je zwart-wit film die ISO 3200 native kan. Voor de rest, dus het werkt met spoeltjes. Dus spoeltjes zoals die ook in de rug van de Hasselblad te vinden zijn. Je hebt altijd een. Er komt als je
Als je die ontvangt, komt er een leeg spoeltje bij geleverd. Dus je hebt een spoeltje, je kan direct je 120 filmen laden. Nu, dit venstertje is om te zien op welk frame je momenteel zit. Dat heb ik ook afgeplakt, want ook daar het is wel een rood venster om licht te blokkeren. Dus film is het minst gevoelig voor rood licht. Vandaar de rode kleur van dit venstertje. Maar in de praktijk komt zelfs door dat rood nog vaak wel licht. Je hebt hier twee opties, die slider kan je verzetten. Je kan met 16 frames werken. Of je kan met, als je naar boven schuift, dan krijg je een andere nummering te zien waarbij je dan 12 frames per filmpje hebt. Die 12 frames zijn het typische 6x6 formaat, zoals je ook bij Hasselblad gebruikt, met de A12-rug. Dus daar heb je ook 12 opnamen. Maar door, je hebt een insert hier binnenin, opnieuw kan het niet openmaken momenteel, maar ik zal nog wel eens een filmpje maken over hoe je een rolfilm kan laden in deze camera en dan kan ik dat laten zien. Dus je hebt hier een insert, een zwart kaderke, wat eigenlijk bepaalt hoe je film belicht zal worden. En eigenlijk kan ik, er zit nu een insert in voor 16, dus die gaat 6 op 4,5 foto's maken. Als ik dat vervang door de insert voor 6 op 6, dan heb ik die 12 opnamen. En op de achterkant van die filmpjes zijn effectief markeringen gemaakt voor zowel 6 op 6 als 6 op 4. Om de eenvoudige reden dat zo eerder gezegd, zoals eerder gezegd, de Mamiya bijvoorbeeld werkt op 6,4,5. En je kan ook voor Hasselblad ruggen kopen die op 6,4,5 werken. Dus daarom zijn die rolfilms voorzien met markeringen voor beide formaten. Dit is het kader waarvan ik sprak, dus dat zit hier intern, zit dat hierin. In die zin. En dan vangt eigenlijk het licht op van uw lens. En dan maakt dat... Nee, zo. Dus het vangt het licht van uw lens op. En dan maakt dat uw negatief zo gemaskeerd wordt. Dus dit is de 6x6 variant met 12 opnamen. Of de 6x4. Het is geen echte 6x6, denk ik. Het is iets minder dan 6x6, als ik me niet vergis. Maar het is ook een vierkant formaat, dit. Nu, als je daar die 6x4,5 bij gebruikt, is het wel zo dat je verticale foto's hebt als je zo houdt. Dus als je horizontaal wil werken, moet je de camera zo houden. Voor de rest, als je op internet kijkt, er zijn enorm veel, er is een hele community rond Holga. Niet alleen rond deze camera, ook rond andere modellen. Met allerlei mods. En dan vooral voor de oudere variant, dus de niet-in variant, de Holga 120. Die dus de schakelaar had die niks deed. Voor de rest andere verschillen op die andere camera. Ik geloof dat intern die masks zijn ook nieuw, geloof ik. En er zijn nog wel een aantal verschillen, denk ik hoor. Maar ik zei, er is een hele community rond, daar kan je heel veel informatie rond vinden. En op zich zijn heel leuke camera's om bij u te hebben, om foto's te maken op goed geluk, want je zit met een vaste belichting. Je kan ook een flits gebruiken. Zoals eerder zegt, hier zit een flits schoentje op. Daarmee kan je binnen al iets meer doen. Maar het is aan de hand van de ISO-waarde van de film dat je verzekert van een goede belichting. De verpakking kan ik ook nog laten zien. Deze heb ik zelf nog maar recent op eBay aangekocht. Dit is de verpakking. Iets wat misleidend, want dit is hier de versie met een flash. Dus je kan ook de 120 in en nog iets. Dan staat er na de 120 staan er nog een aantal tekens. En dan heb je hier in de plaats van die aanduiding een flash ingebouwd in de camera. Deze heeft, zonder flash heb je geen batterijen nodig. Hè. Dus dat werkt op zich zonder batterijtjes. Je spoelt zelf naar het volgende framepje en de sluiter is een veertje. Focus is er niet. Dus dit is een verpakking, daar staat op dat je, 12 of 16 opnamen kunt maken in zwart-wit of in kleur, dus afhankelijk van welke film dat je laat, op 120 film. Je hebt ook inserts trouwens om op deze camera's 35mm formaat te kunnen gebruiken. En dat zijn dan die foto's waarbij dat negatief volledig belicht is, dus ook over de tracks, de gaatjes die voorzien zijn waar dat normale 35mm camera's de tandwieltjes hebben om de film correct te grijpen. Dus daarvoor is dan ook typisch belicht. Terwijl bij een echte 35mm camera zijn die, heb je een zwarte rand. Verder staat er eigenlijk niks op. De kleur en het model 120 in, geel. En een paar voorbeelden op. Hier zie je ook, dus die lenzen hebben heel veel vignetting. Die lenzen zijn absoluut niet scherp.
Dat zijn geen wondertjes. Dat zijn heel eenvoudige, ja, daar staat op, optical. Maar dat is in feite gewoon een plastic elementje. Nog een trucje als je graag wil correct scherp stellen, dus als je graag wil weten wat de afstand is voor dat ene manneke, voor die twee mannetjes en voor die groep van mensen, dan kan je als die open maakt, daar van achter een plakkertje of iets of een papiertje houden en dan onder een doek kruipen, waardoor dat je in een donkere ruimte zit, maar wel licht hebt aan je lens. En dan vervolgens gaan focussen en kijken op het beeld dat geprojecteerd wordt op dat stukje papier, zo kalkpapier wat genoeg licht doorlaat. En daarop kijken dan, of een plakker, en die plakker maak je wat mat. Dan kan je zo kijken op welke afstand er scherp besteld wordt. Een soort van matglas wat je dan eigenlijk creëert. Zonder film uiteraard, gewoon om te zien op hoeveel meter de focus daarvan is ingesteld. Zo, en dan denk ik dat ik het meeste verteld heb van die Holga-camera's. Heel leuk, ook als cadeau voor mensen die met fotografie bezig zijn. Dus het resultaat is nog altijd dat je 120 rolfilm negatief net, maar zoals eerder zegt, je kan die gemakkelijk bij de HEMA laten ontwikkelen bijvoorbeeld. Zelf zou ik die niet direct laten afdrukken daar, de afdrukken daar vind ik iets minder. Ga dan liever naar bijvoorbeeld, of nee, beter nog, ontwikkel uw films bij de HEMA, maar scan uw film vervolgens zelf in en in de computer. Daar zal ik ook nog een filmpje rond plaatsen. En dan heb je die digitaal en dan kan je daar via uw printer betere prints uithalen dan de prints die je zou krijgen als je die bestelt bij de drogist. Natuurlijk, als je die laat bestellen bij een fotograaf, dan heb je echt vakwerk. Maar dat is ook iets te zot om daar zoveel geld aan te hangen voor een camera die dergelijke kwaliteit levert. Dus bedankt voor jullie aandacht en tot het volgende filmpje. Ik zal proberen om ook eens een filmpje te maken waarin ik een aantal foto's laat zien die hiermee gemaakt zijn.